kijkers, alweer een hele leuke nieuwe aflevering natuurlijk. Hè? Zoals we weten natuurlijk bij RTV. Waar hebben we vandaag? Vandaag hebben we de opname, de Valentijn special. Nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd van, hey, wat doet iedereen met Valentijn? Is het de vrouw die man verwendt, of de man die de vrouw verwendt, of zijn het dat ze elkaar verwennen? Nou, we gaan het zo meteen allemaal meemaken natuurlijk. We gaan als eerste de opnames maken hier in Nijmegen. En ik hoop dat jij thuis natuurlijk ook lief bent voor je vrouwtje of voor je mannetje. Hey, ik neem jullie lekker mee naar alle verhalen van de mensen. En wie weet wat eruit komt. Want ik zat nog wat te denken van wat zou Sharon van mij thuis wel niet denken. Ja, ik doe meestal een strikje mee dat ze uit mag pakken. Maar wat zou hem nou worden? Een roos ertussen? Ik denk het niet. Nou, ik neem jullie allemaal mee voor de Valentijn special. Kom op! Deze jonge dame wil voor haar vriendje een hele lieve Valentijnsgroet doen. Dus bij deze geef ik even de microfoon aan haar. Dan is het voor haar natuurlijk wat ze wil zeggen. Dus nou, vertel maar. Lieve Mitchell. Lieve Mitchell. Omdat ik zoveel van jou. Deze Valentijnsgroet. Jij bent mijn Valentijntje. En tot gauw. Hey, mag ik jullie wat vragen? Oh, ja. Ik zie jullie lopen, hartstikke leuk. Zijn jullie setje? Nee. Nog niet? Nee. Niet? Echt niet? Nee. Maar ik dacht juist even wel. Dus, maar jij hebt een vriend thuis zitten? Nee. Jij hebt een vrouwtje thuis zitten? Nee. Ook niet? Hey, maar morgen is 14 februari. Ik weet het, man. Valentijn. Maar? Geen match? Nee, het is gewoon een vriend. Dus niet, maar niet voor één dagje de Valentijn? Nee. Echt niet? Nee. Waarom niet? En als hij nou eens komt met een hele mooie roos? Nee. En hij vraagt van, zou jij vandaag mijn Valentijn willen zijn? Ja, maar wat houdt dat in? Valentijn? Ja, nee, ik snap wel wat Valentijn is hoor. Maar is het dan niet wel met oog op een verdere relatie? Hoeft niet. Ja. Het kan ook zo zijn dat jullie zulke goede vrienden zijn. Kijk, ik geef bijvoorbeeld een roos aan mijn dochtertje, omdat ik heel veel van mijn dochtertje hou. Ah, dat is vet lief. Snap je? Mm-hmm. Dus, en kijk, en dan geef ik automatisch ook aan mijn vrouw de rozen, maar voor mijn dochtertje ook. Mm-hmm. Dus kijk, het kan ook zijn met vriendschap dat jullie denken van, hey, jij bent vandaag, je hebt toch niemand, jij bent mijn Valentijn, ik neem je mee uit eten, een biosje. Snap je? Mm-hmm. Dus het hoeft niet altijd maar heel opzichtelijk te zijn van, hey, we gaan verder in de toekomst. Zeker. Dus wat doe je morgen voor haar? Oh. Wat verwachten wij morgen? Verwachten jullie morgen? Dat is een verrassing. Dus toch? Een roze. Is een verrassing. Maar hou je eraan, hè? Want je staat nou op band. Dus hou je eraan dat jij sowieso morgen voor haar de roze komt brengen. Hai. Toch? Ja, ja. Wens jullie fijne vrouw. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Doei. Voor Valentijn. Hey, jongeman. Morgen, 14 februari. Ja. En, vrouwtje thuis zitten? Ja, die zit thuis. En, verrassing? Ik heb een verrassing, ja. Want ik zie de kippetjes genoeg hierop liggen, maar jij hebt je kippetje thuis zitten. Ik heb een kippetje op de bank zitten. Kijk, dat bedoel ik. Hey, maar wat is een verrassing? Dat zeg ik nog niet. En wat doen jullie altijd met Valentijn? Eigenlijk niet zo heel veel. We gaan meestal even uit eten. Ja. En dan gaan we zuipen daarna natuurlijk. Eigenlijk standaard, hè? Maar zuipen daarna, en wat komt daarna de zuipen? Lingerie uit de kast. 2-3 en... Lingerie uit de kast. Dat is wel de bedoeling, ja. Dus dat heb je gekomen? Dat is wel de... Ja, dat heb ik gekomen. Zie je? Zie je? We halen dit gewoon uit de pot. Ja. Een leuk pakje voor zijn vrouwtje. Jazeker. Hé, maar hoe lang zit je met die dame? Bijna 5,5 jaar. Nou, dat doe je goed. En nog hopelijk nog heel wat jaren tegenaan. Ja, hey, maar waarom ga je niet voor op de knie dan? Dat zit in dit jaar wel in de planning. Maar daar zijn wij getuigen van, natuurlijk. Hoor wat hij zegt. Hé, wil je nog een leuke Valentijnsgroet voor je vrouwtje doen? Ja, dat is goed. Alsjeblieft. In de camera. Waar je wil. Wat moet ik zeggen? Nou schat, ik hou van je. Voor altijd en eeuwig. Amen.
Toppie. Anneke, mijn liefste zusje Anneke. Dat is de schat van de familie. En die krijgt van mij een Valentijnsgroet. Ja? Oké. Okay. Lisa, 17 jaar, morgen Valentijn, 14 februari. Wat betekent Valentijn voor jou? Ja, niet veel, want ik heb niet echt een vriendje of zo. Dus. Ja, ben je wel geen Valentijn? Nee, ja, mijn moeder soms. Of ja, meestal. Soms? Oh, mijn moeder is altijd een Valentijn. Ja, ik heb niet echt Valentijn, dus dan. Dan gaan wij er gewoon voor zoeken. Ja. Zijn een leuke man op de bank. Zeg jij van, hey, dat vind ik nou een hele leuke dame voor de Valentijn. Denk ik bij mezelf. Nou, hier zit Lisa, 17 jaar, komt uit Nijmegen, spontane meid. Denk jij van, hey, daar wil ik wel een biertje mee pakken of ergens mee gaan zitten. Neem gewoon even contact op mijn RTV, geen enkel probleem. Hey Lisa, maar ik hoorde net iets over je moeder. Is je moeder zo'n bijzondere vrouw? Ja, ze staat altijd voor me klaar en ja, ik hou wel erg van haar. Hè. Dus... Alle moeders zijn wel bijzonder, hè? Ja. Ze hebben je toch onder het hart gedragen. Ja, toch? Dus toch is zij wel mijn Valentijn dan. Nou, zou je geen lieve Valentijnsboodschap voor je moeder willen doen? Ja, alsjeblieft. Lieve mama, ik wil toch heel even zeggen dat ik heel veel van je hou en dat je altijd voor me klaar staat. En daarom ben je mijn Valentijn. Heeft u geen Valentijn morgen? Nee hoor. En waarom niet? Hebben we gehad. Meen je dat nou? Ja, tuurlijk. Nou, ik zoek er nog wel in hoor. Nee. En ik zag u zitten, ik dacht nou, misschien een hele leuke Valentijn voor hem. Zitten. Ja, dat is best hè. Mooi dat. Ik was helemaal klaar met die keer. Ja, ze denken van, ik ben helemaal klaar met hem zitten. Nee, ja. Geen fan meer van mij. Ja, zitten. Hadden jij wel hè? Is een leuke wortel. Ja. Ja, hè? Ja. Daar hebben we hier gewoon een jonge dame die gewoon op Valentijnsdag jarig is. Nou, dat maak je helemaal niet mee. Nee. Mon Dieu. Maar je, dus jij hebt echt mijn liefde gemaakt? Ja. 100%? Ja, zeker. Precies zo uitgekiend? Ja. Hey, maar je hebt geen Valentijn? Nee. Nou, zullen ze een Valentijns goed doen dan voor jou? Wat dan? Ja, wie weet. Misschien zit er ergens een leuke jongen zo meteen in de bank die zegt van nee. Hey, dat vind ik nou eens een hele leuke meid. Ach nee joh. Waarom niet? Ah, ik heb lekker mijn verjaardag morgen. Ik heb geen Valentijn nodig. Nou, wat is je naam? Amber. Nou, bij deze doen wij voor Amber een groet voor deze leuke jonge dame. Ze is met liefde gemaakt, want deze jonge dame is natuurlijk een Valentijn is jarig. Dus ben jij de man die zegt van hé, hey, ik wil haar Valentijn zijn, neem gewoon via ons even contact op, toch? Ja, ja. Amber, een hele fijne verjaardag morgen. Dankjewel. Morgen is Valentijn. Ja. Klopt hè? Ja. En wat doen jullie met Valentijn? Niks. Lekkere hapjes verkopen. Lekkere Thais hapjes. Ja, lekker. De hapjes, de lekkere Thais hapjes. Snap je? Thais hapjes. Maar niks met Valentijn morgen? Nee. Die leuke man thuis? Jawel. Maar wil je geen lieve Valentijn goed voor je man doen? Wij zijn niet zo romantisch. zo lang bij elkaar. Dan. Ja. Oh, dus jullie zijn zo lang samen, dan is de spanning eraf, hè? Ja. Dan is er niks meer aan. Iedere dag. Nee, hè? Iedere dag hetzelfde is niet leuk, hè? Ja. Dus daarom doen jullie variëren natuurlijk met het eten. Ja. Dat is ook heel slim. Ja. Maar wilt u voor een man geen leuke, lieve groet doen van lieve schat, I love you? Wij iedere dag bij elkaar. Ja, nou, dan moet je vertellen, zeg maar. Ja, daarom. Zeg maar voor de camera. Ja, alsjeblieft, voor je man. Ja, dat is leuk, samen. Toch? Nee, we iedere dag speciaal. Nou, iedere dag speciaal, maar curry, mayonaise en uitjes, toch? Ja. Nou, dames, hele fijne Valentijn. Dankjewel. Hey, doei doei. Doei. Lieve Yvonne, het hartje van de molenpoppenstage. Oh, wat lief. Toch wel, hè? Toch wel. Ja. Ik denk dat iedereen er eigenlijk ook zo over denkt. Ik denk wel heel Nijmegen onderhand. Nou ja, heel Nijmegen is wel een heel groot woord, maar... Kijk. Maar morgen kunnen ze wel lekker met de hand over gaan schrijven. Jawel, toch. Doe ik ook altijd. 14 februari morgen, Valentijn. Maar je hebt natuurlijk wel een hele lieve Valentijn thuis zitten. Ja, ik heb een schat van een Valentijn thuis zitten. Ja, dat weten we allemaal. Ja. En ja, dit is jouw gelegenheid om toch voor jouw schat een hele leuke, lieve Valentijns boodschap achter te laten. En wat gaan we doen? Ik laat het helemaal aan jou over, Yvonne. Nou... lieve Jannetje, jij bent mijn grootste Valentijn. Ik hoop dat je heel gauw weer helemaal op de been bent. En nu ben je eigenlijk altijd achter me. Met alles wat ik hier doe, maar alles waar ik voor sta. Ik hoop ook dat je weer gewoon snel hier bij ons bent om dit samen met mij allemaal te delen. En natuurlijk heb ik meer Valentijn als jou alleen. Dat zijn onze kinderen. Ja, zoals rots in de branding, dus meiden en schoonzoon en kleinkind. Jullie zijn voor mij alles. Gewoon altijd Valentijn voor ons. Nou, dat is hartstikke lief, Yvonne. En natuurlijk wensen wij met het hele team en natuurlijk met iedereen. En ik denk ook de ondernemers en iedereen die eigenlijk Jan kunnen allemaal.
heel veel sterkte en beterschap. En morgen een hele fijne Valentijn. En Yvonne, voor jou ook morgen een fijne Valentijn, lieve schat. Dankjewel. En leuk dat je erop kwam. Ja. En een fijne dag morgen. Jullie ook. Lieve Han, je bent een half jaar weg geweest. En dat vond ik heel vervelend. En nu ben je terug. En we gaan samen lekker een serietje kijken op Valentijnsdag. En naar Fifty Shades of Grey. Dit was alweer de Valentijn Special 2017. Hopen natuurlijk op veel meer Valentijn Specials de aankomende jaren. Voor de rest wil ik iedereen, alle vrouwen en alle mannen die RTV volgen en kijken natuurlijk, een hele fijne Valentijnsdag wensen morgen. En wees lief voor elkaar, maar niet alleen morgen jongens. Ook overmorgen en de dag erop en de weken en de jaren daarop. En natuurlijk voor alle kindertjes allemaal, wees lief voor jullie vaders en voor jullie moeders. Sowieso voor een leuke afsluiter. Sharon, ook ik hou ontzettend veel van jou na alles wat we mee hebben gemaakt en doorstaan hebben. Blijven we nog steeds staan en overeind. Maar daar staan we als gezin heel sterk voor. We zijn een gezin met z'n vier. Dus echt met z'n viertjes. Jij, onze jongen en onze meid. We staan natuurlijk met z'n vieren voor. En we blijven doorgaan tot het eind. En Chelsea, lieve schat, vanuit papa's hart. Je bent mijn allesie en je blijft mijn allesie. En je bent papa de grootste trots. En natuurlijk de hele wereld vol hartjes en kusjes. Lieve meid, papa houdt van jou en ook van jou, Sharon. En voor iedereen een hele fijne Valentijnsdag. En we zien elkaar weer. En opgelet jongens, het mooiste gaat komen. De carnaval special. Carnaval special, dat wordt echt een kraker. Allemaal blijven kijken, liken en delen. RTV en natuurlijk op YouTube kanaal, Facebook kanaal, Twitter, Insta, overal. Even een likeje, een duimpje, een leuke reactie. Kost niks, hartstikke leuk. Een fijne dag allemaal jongens. En tot gauw met de kaskraker voor de carnaval.